Hallo guys, welkom bij een nieuwe Community Craft aflevering. Ik ben weer terug in het oude vertrouwde huisje wat er zo mooi en cool uitziet. Yeah. Ik heb tips van jullie gekregen. En jullie waren best kritisch, moet ik zeggen. Over mijn kunsten. Want kunsten, dat zijn het. En mijn boompjes zijn nog steeds niet gegroeid. Het is ondertussen een dag later. Alleen, blijkbaar duurt dat heel lang of... Waarom zou dat zo zijn? Waarom zouden ze nog steeds niet gegroeid zijn? Ik weet het niet. Jullie weten het wel waarschijnlijk. Maar dat maakt verder niet uit. We gaan gewoon bouwen. Want van jullie moest ik de bovenkant van stone bricks maken. Nou, ik heb geen idee hoe ik stone bricks maak. Maar ik denk dat het iets te maken heeft met cobblestone. En dan zo, een vierkant. Of drie. Dit. Nee, oké. Stone bricks. Really? Stone bricks. Misschien twee naast elkaar. Drie naast elkaar? Wat is dat? Dat is een slab. Oké, zes op een rij. Dit nou weer. Oh, is een wall. Twee aan de zijkant. Rechtsboven. Alleen zo. Zo. Spaceship. Ik heb geen idee, jongens. Stone bricks. Stone bricks. Kan je dan niet slabs maken? Oh, hoe maak je dan slabs? Zo slabs. En dan van de slabs maak je weer... Doe je die op elkaar. Wat? Waarom werkt het niet? Oké, ik heb geen idee. Weet je wel? Kijk, dat is dus de reden waarom ik een tweede scherm heb. Dan kan ik dit soort superbelangrijke dingen... Stone bricks. Ja, stone bricks, ja. Ja, schiet nou maar op. Die mensen die wachten, die willen vermaakt worden op zo'n... wat voor dag is vandaag? Donderdagavond. Ja. Oh, nou, het internet zit mee hoor, jongens. Het internet zit mee. Ik wacht terwijl die aan het laden is. Heb ik niet toevallig ergens een ander stone bricks liggen? Stone bricks. Hey, stone brick... Stone brick stairs. Is misschien iets... Een rare iets dan, of zo? Kan je dat maken? Crafting recipe. Stone... Vier bij elkaar. Oh, maar dat moet... Oh my god. Moet dat natuursteen zijn? Oh, nee. Dus dan moeten we eerst een furnace. Oh, we moeten sowieso nog een furnace maken. Oké, doen we dat. Een furnace. Dat doen we. Tjoek. 1, 2, 3, 4. Vind ik wel goed. 4 is prima. En waar zetten we die dan neer? Ik denk hier. Even weghalen. Pam. Dat is wel cool. Dan hebben wij nog nodig kool. Kool. Yes. Dan hebben we die hier. 1, 2, 3. Dan doen we er daar. Oh, geen bloemen. 3. Dan doen we er daar. 2. Oh, dan komt iemand aan. De drumsound echt. En dan doen we er daar nog 2. Dan doen we hier zo 15 dingen. Ik heb geen idee wat ik doe, maar ik denk dat het wel... Het zal wel goed zijn. Vast wel. Ik heb vertrouwen in mezelf. Wat is dit ding weg? Ik word er echt de hele tijd door afgeleid. Heel naar is dat. Een hele nare afleiding. Oh nee, dat gaat lang duren. Ik ga ondertussen wat extra's hakken, want ik heb nog niet bepaald veel of zo. Niet veel steen. Eigenlijk totaal niet veel steen, dus ik ga me gewoon hakken. Ik denk dat ik dan ondertussen hier aan die grot begin, of aan die mine eigenlijk. Ik hoorde iets of iemand, maar ik weet niet waar die is. Dus dan maken we die naar beneden. Later ga ik hem wel eens een keer dubbel maken. Nu doe ik hem gewoon simpel zo naar beneden. Yeah. Ik doe hem wel iets hoger, want ik haat het als het zo laag is. Kennen jullie dat? Dat je telkens je hoofd stoot. Super irritant. Heb ik torches? Ik heb 1 torch. Wat is dit karig allemaal? Waarom heeft iedereen op deze server heeft diamond dit, diamond dat? Oh ja, yes, iedereen is weer rijk. En dan is Wouter dus weer het arme jongetje die geen spullen heeft. Of diamonds. Of iron. Oh, wacht even. Oh, ja. Oké, ja, daar zijn we weer. Ik was eventjes weg. Tenminste, ik zag mijn andere schermpje niet meer. Wat? Waar zijn die beesten? Waar zijn jullie? Waar? Zit hier in mijn huis of zo? Nee. Heel apart allemaal.
Oh nee, ik moest toch nog toortjes halen. Ah, ik ben aan het derpen, jongens. Mijn hoofd is echt helemaal ergens anders. Ik bedacht me net dat ik nog een community craft moest opnemen. Terwijl ik dus nu mijn koffer aan het inpakken ben. Zie je? Ja, je ziet er echt heel veel kleding en stuff. Ik ben bezig met inpakken. Dus voor een klein weekendje Antwerpen. Antwerpen. Ik hoorde van jullie dat ik naar de dierentuin moest daar, de zoo. Ik weet niet of ik het ga vloggen. Moet even kijken. Maar ja, dat moet wel gezellig zijn. Je kan me in ieder geval altijd checken op Instagram, Dodo Games Online, en Twitter, Dodo Games Online. Dan, dan kom je altijd wel via filmpjes. Nou, niet zozeer filmpjes tegen. Ik denk meer foto's. Probably foto's. Rare foto's ook. Maar dat terzijde. Wat ging ik doen? Oh ja, kool voor toortjes. Maar die kool heb ik natuurlijk net opgemaakt. De genius dude die ik ben. Oké. Ja, Wouter. Ja. Je bent niet echt lekker bezig. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik hoop dat we dan snel... Kool. Oh my god, we hebben kool! Nailed it. Wouter is een magier. Hij heeft de kingdom powers. Boom. En we hebben natuurlijk ook geen stokjes meegenomen. Maar dat maakt niet uit, want die kunnen we gewoon zo. Yeah. Onder elkaar zitten. Wow. Ik hoor rare dingen, jongens. Ik ben echt helemaal para. Para. Oké, nou, ik heb in ieder geval flink wat kool. Het geeft me ook weer XP. Wat moet ik met het XP gaan doen? Ik denk om... Ja, wat zou ik daarvan kunnen enchanten? Misschien is trouwens een pickaxe of zo het slimste. Want dan kan je volgens mij Fortune erop krijgen. En Fortune, dan ben je echt een rijke tat als je die shit hebt. Ik heb het uiteraard niet. Maar ik heb gehoord dat anderen het wel hebben. Oh, dit is zo zonde van mijn... ex. Ex. Let's go. Ik ga trouwens mijn best doen om te zorgen dat er nog wel community crafts zijn wanneer ik weg ben in Belgium. Want zoals jullie waarschijnlijk kunnen raden, kan ik daar niet uploaden. Of opnemen überhaupt. Ik denk ook niet dat ik er tijd voor heb. Maar, dus ik ga proberen dat op de voorhand nog even te doen. Maar ik moet zo vroeg weg morgen. Net voor jullie denken waarschijnlijk van, laten we niet zo aanstellen. Want het is rond iets van 8 uur vertrek of zo. 8 uur 's ochtends. Maar dat is vroeg, jongens. Dat is damn. Dan slaap ik normaal nog. Iedereen die mij volgt op Twitter weet ook dat ik dan nog slaap. Want ik ga ook wel wat later door, hè. Dus dan heb je dat. Dan heb je een ander ritme. Ander slaapritme of geen slaapritme. Ik denk dat het eigenlijk het tweede is. Oh nee, grind. Kijk, als een hekel aan heb, is het grind. Maar we hebben nog meer kool. Wat? Dit is echt de beste dag uit mijn leven. Ik ben zo gelukkig. Zo gelukkig. Meer kool. I need kool. Let's get it on, son. Maar ja, de dierentuin. Wat is dat? De laatste keer dat ik naar de dierentuin was volgens mij een artis in Amsterdam. En dat is een aantal jaren geleden. Ik zou het eigenlijk niet weten daarvoor. Ik ben wel zo'n wildlife safari ding. Of was dat ook? Ik stelde dat ook niet veel voor. Dat was toen ik naar Turkije ging. Met een beste vriend van me gingen we lekker samen een vakantietje naar Turkije. Terwijl iedereen nog school had, dus het was super rustig. Alleen een stel Russen waren daar en die raakten echt freaking dronken. Wat super gezellig was. Want ja, de drank was gratis daar. Dat was zo'n super deluxe resort. We zitten nu op 58 ei. Wow, dat is nog vrij hoog. Ik had het gevoel dat we veel lager zaten. Maar de drank was daar dus gratis. En dat vonden die Russen, die vonden dat wel leuk. Dus die zaten echt de hele dag te drinken. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En die clubs, die waren er niet blij mee. Die zeiden ook van, ja, de Russen zijn eigenlijk wel de lastigste klanten. Puur omdat ze zo freaking veel drinken. In tegenstelling tot ons Nederlanders of mensen uit het semi-westen. Weet je dat ook weer? Hè? Dus als je nog een keer naar Turkije gaat. Het is wel echt mijn favoriete vakantieland. Wat is jullie favoriete vakantieland? Ik ben nog niet op heel veel plekken geweest. Als het goed is, volgende maand ga ik richting Los Angeles. Wat wel leuk is. En dus morgen naar België. En in de tussentijd volgende week naar Parijs. Frankrijk dus. Ik ben eigenlijk in deze maand ben ik gewoon in 3 verschillende landen. En dan moet ik ondertussen ook nog even
school doen en het kanaal dagelijks uploaden. GG, dat wordt hard werken, jongens. Maar dat moet vast wel goed komen. Hoeveel zitten we nu? 38. Wij kunnen beter. We moeten naar de 12. Ik wil diamonds. Like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oké. En we zitten... Huh? 31? We zaten bij 38. Hey, gold. Gold. We hebben volgens mij niet veel gold in de server. Dus ik heb het gevoel dat ik een monopoliepositie heb hier met al dat goud. Wat ik niet kan oppakken. Omdat ik het blijkbaar belangrijker vind om wat... Ja, dandelions zijn wel heel mooi, dus die hou ik maar gewoon. Spruce, waar? Ga weg. Ga weg. Ik hoef je even niet te zien. Eventjes niet. Laat me gewoon met rust. Op naar beneden. 25, nog maar 13, nog maar 11. Come on! En dan wil ik diamonds. Gewoon meteen wanneer ik beneden kom, wil ik diamonds. Diamonds. Waarom ging ik eigenlijk ook weer naar beneden? Oh ja, voor coal. Wat is dit? Huh? Is hier iemand geweest? Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer? Er is hier gewoon iemand geweest. Oh my god. Doe ik dit allemaal? En heeft iemand het al leeggeroofd? Tough life, bros. Tough lives. Of tough life eigenlijk. Alright, dan moeten we een beter plan verzinnen. Wat wordt ons doel? We hebben dus coal, maar ik wil eigenlijk nog wel diamonds. Is het slim om op zoek te gaan naar diamonds? En wat is jullie vakantieland? Ik ben heel benieuwd naar. Laat het even achter in de comments beneden. Kijk je nu nog steeds naar die... Wat is het? 12 minuten ongeveer. Dan wil ik je ontzettend bedanken, want dat is de reden waarom ik... Ondanks dat ik nogal druk ben, elke dag die video's eruit probeer te pompen. Ik zou daarom ook een duimpje, zoals altijd, waarderen. En dan hoop ik jullie morgen gewoon weer te zien. Als ik het red, hè. Ik doe mijn best. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie morgen gewoon weer. Ciao, mensen.